Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Een serieuze pressie van Leipzig. Ja, en dat heeft resultaat. En daar is de ex-Parijzenaar Christopher Nkunku. Nkunku, hij geeft een breed en niet echt een goed balletje voor Leiner. André Silva gaat liggen en dat is geen overtreding, al dus de Italiaan zelf. Guida, Draxler, tikt door. En dit is gevaarlijk. Een eerste torenhoge kans voor PSG zit eraan te komen, maar Mbappé doet het zelf. En dat is ook geen probleem. Hij trapt hem gewoon in de korte hoek binnen. Op de omschakeling. Het was wat Pochettino voor de wedstrijd zei. Het zal op dat soort momenten worden beslist. Kylian Mbappé, de man in vorm bij Paris Saint-Germain. Hij opent hier te scoren. We zijn nog geen 10 minuten bezig. En dit is al zijn 28e goal in de UEFA Champions League. Hij is 22. Kylian Mbappé, 1-0 voor PSG. Hier is Leipzig met een nieuwe kans en raakt de bal nog de paal. Of is het een save van Navas? In elk geval. Hier zit iets in voor Leipzig. Want Angelino legt hem voor en daar is de goal toch. Jawel, nu wel. André Silva, derde keer, goede keer. En een fantastische aanval van de Duitsers. Over verschillende stations, van het centrum naar links en dan de voorzet helemaal naar de andere kant. Geweldige goal van André Silva. En die heeft al een hele tijd niet meer gescoord in de Champions League. Dat is geleden van bij Porto in het seizoen 16-17. Haidara, er is veel ruimte aan de andere kant. Daar is Nkunku. Nkunku met de aanname, niet zo makkelijk. Christopher Nkunku nog altijd. Nkunku gaat die trappen en scoren. Nee! De vrije trap voor Leipzig. Kunnen ze ook een tweede maken hier in het park? Nee, hij trapt hem over de lat, Nkunku. Angelino. Ja, zwieper voor de goal. En heeft de kans. Daar is hij. Geen buitenspel. 1 tegen 2 voor Rasenballsport Leipzig. Het is Mukiele, de Fransman, die er 1-2 van maakt. En dit zat er eigenlijk aan te komen. Ook in de tweede helft was PSG niet overtuigend. En Leipzig gaat vol zijn kans. Twijfelt niet aan eigen kunnen. Ook niet na de 0-6 in de eerste twee matchen. Nordi Mukiele. En hier is Mbappé. En dat kan dodelijk zijn. Mbappé, scherpe hoek, maar geeft hem aan Messi. En die gaat erin, hoor. En dan duwt hij de bal alsnog binnen. Lionel Messi met zijn tweede goal voor Paris Saint-Germain. Zijn tweede op het kampioenenbal. Hij scoorde tegen City en hij maakt een belangrijke nu tegen Leipzig. Nog 25 minuten. Misschien is dit het moment dat PSG nodig had om deze wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. De achterstand is weggewerkt. Het staat weer gelijk. Messi. Dat is een interessante paas van Herrera op Mbappé. Gewoon omdat hij razendsnel is. En dan kan hij op Simakan afgaan. Mbappé komt naar binnen. Simakan, penalty. Dit is toch geen penalty.
74ste minuut. Alle camera's in de tribune daarachter. Alle lampjes gaan aan. Messi met de Panenka. Messi met de Panenka. 3-2. En zo is hij toch de grote man in deze wedstrijd met een doublé. Wijnaldum. Hij wordt wel bijgehaald door Guardiol, dus moet hij wel kappen. Hakimi buitenom. Hakimi, nee. Van Guardiol. Strafschop. Mbappé, hij trapt hem erover. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.